Ze kreeg gelijk in Den Haag, maar niet van haar collega's in Gelderland. Marjolein Faber van de PVV over de kwestie Verdaas. Slot Loevestein maakt zich op voor de zoveelste veldslag in haar bestaan. En het is stil op het voetbalveld. En hoe je die rust bewaart, dat weten ze bij de Arnhemse voetbalclub ESA. Dit is In Gelderland Live. Goedemorgen, welkom op deze zondagochtend waarop honderdduizenden voetballers zich afvragen: wat ga ik doen vandaag? Want het is stil op het voetbalveld. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de dood van de grensrechter in Almere. U heeft er al veel over gehoord, maar één geluid is daar een beetje in ondergesneeuwd. En dat geluid hoort u vandaag hier aan tafel van Henriette Verhoeven, preventiemedewerker bij de Arnhemse voetbalclub ESA. En kent u Hugo de Groot nog? Die belangrijke rechtsgeleerde die ontsnapte uit de boekenkist uit ons Gelderse kasteel Slot Loevestein. Als u die kist nog wilt zien, moet u snel zijn, want het Rijk wil enorm korten op de subsidie op Slot Loevestein. We praten er zo meteen over met Ien Steins, directeur van Slot Loevestein, en volop in actie om te zorgen dat dat kasteel natuurlijk altijd open blijft. Maar eerst de kwestie Koverdaas. De staatssecretaris verbaasde vriend en vijand afgelopen donderdag met zijn mededeling dat hij ging aftreden als staatssecretaris van Economische Zaken. Hij erkende dat er discussie mogelijk is over, toen hij nog gedeputeerd in Gelderland was, of hij wel echt in Gelderland woonde en ook of zijn declaraties allemaal wel terecht waren. Aftreden dus. Oud-statenlid Twan van Bergen was degene die de hele discussie aanzwengelde. En de discussie werd daarna breed opgepakt door Marjolein Faber, fractievoorzitter van de PVV, en bij ons aan tafel. Mevrouw Faber, ging er gejuich op in de fractiekamer toen u het besluit van Koverdaas vernam? Nou, kijk, gejuich, dat, nee, eigenlijk kan dat niet. Want het is het persoonlijk drama. Laten we niet het menselijke oogpunt vergeten. Het is natuurlijk wel zo, het is natuurlijk wel een stukje gerechtigheid, omdat we natuurlijk een jaar lang niet gehoord zijn. We zijn een jaar lang in de hoek gezet. Niemand wilde ons dossier lezen wat we hadden, waar ik meer dan 40 bewijsstukken in had. Ja, dus wat dat betreft. Denk je wel even, yes, we hebben toch gelijk gekregen. Nou, we hebben gelijk gekregen, maar het is wel zo, even op zijn PVV's. Je gaat niet op het lijkstand dansen. Daar houden we niet van. Oké. Aan tafel ook Muus Groot, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, de partij van Koverdaas, ja, in Provinciale Staten. Ja. Wat was uw eerste reactie toen u hoorde dat uw oud-gedeputeerde nu als staatssecretaris opstapt over de kwestie toen hij gedeputeerde was? Nou, ik was geloof ik net een week fractievoorzitter of zoiets. Ja. En ook al daarom, ik schrok me een rotje. Ja. En ik heb toen inmiddels de verklaring gelezen. En hij zegt dus wat u net zelf ook hebt voorgelezen. Er is discussie mogelijk over mijn woonplaats en vooral over mijn declaraties. Moet ik wel bij zeggen, en ik denk dat mevrouw Faber dat ook wel wil bevestigen. Hij heeft zich niet verrijkt. Hij heeft niet opgeschreven wat hij wel had moeten opschrijven. En dat, daar moet hij zich voor verantwoorden op alle mogelijke manieren. Dat kan ik helaas niet mooier maken dan het is. Maar ik wil er wel bij zeggen, hij heeft zich niet verrijkt. Nee, we gaan zo verder praten. Laten we eerst nog even naar dat moment van afgelopen donderdag kijken. Met de intentie de provincie niet te benadelen, heb ik daarin, ook in de gevallen dat ik vanuit Zwolle reisde, aangegeven dat het een reis Nijmegen-Arnhem betrof. Het was gewoon overduidelijk dat hij niet de waarheid gesproken heeft. Dat hij dus kosten heeft gedeclareerd die hij niet mocht declareren. Ja, en dan kun je praten over de grootte van de kosten. Maar zoals zijn voormalig partijgenoot Indales al zei, een beetje integer bestaat niet. Staat de integriteit van de heer Verdaas wat u betreft ter discussie? Voor zover ik het nu kan beoordelen, niet. Ja, voor zover ik het nu kan beoordelen, niet, zegt gedeputeerde Markink. Ook samen met Koverdaas in het college gezeten. U bent statenlid, nu fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Vindt u dat Koverdaas integer heeft gehandeld? Ik was vrijdag, ik kom op je antwoord. Ik was vrijdag in het gezelschap van een aantal mensen in de Achterhoek, partijgenoten, van de gemeenteraadsleden. En iedereen riep wat stom, wat oerstom. Want hij had niet, terwijl het met de beste bedoelingen was waarschijnlijk, hij had niet moeten zeggen ik reis van Zwolle, hij had van Nijmegen naar Arnhem voor mijn werk, maar hij had moeten zeggen ik reis van Zwolle
naar Arnhem. Ja. En, hij heeft het gedaan. Dat hij dat niet zo gedaan heeft, ja, dat is een fout. Ja, echt een fout. Ja. Niet in tegen gehandeld. En, nou, hij heeft in ieder geval zelf gezegd, daarmee is de rechtmatigheid van mijn handelen in discussie. Ja. En ik denk, als dat zo is, dat je moet erkennen dat dat een fout is. En daar moet hij mee klaarkomen. Daar moet hij zich voor verantwoorden. Een ritje Nijmegen-Arnhem is goedkoper dan een ritje Arnhem-Zwolle. Dat was een overweging. Dus in die zin heeft het in dat opzicht de provincie geen geld gekost. Maar hij heeft daarmee geprobeerd echt te verdoezelen dat hij in Zwolle buiten de provincie woonde. Nou, dat weet ik niet. Ik ben zelf 30 jaar geleden naar Gelderland gekomen. En toen woonde mijn gezin in Noord-Holland. En dat was een tijd dat je geen huis kon verkopen. Toen heb ik ook zo'n situatie gehad dat je een kamer nam in Zutphen in mijn geval. En dat je, als je 's avonds moest werken of als je 's morgens heel vroeg moest beginnen, dat je dan daar overbleef op die kamer. Dat heeft hij ook gedaan. En hij heeft zich ook laten inschrijven in Nijmegen, hebben we gehoord. Op zichzelf, als je dat van buitenaf waarneemt, zou je zeggen, ja, dat klopt. Hij was jarenlang gedeputeerde in die tijd dat hij alle kansen had om in Nijmegen te kunnen gaan wonen. Staat in Dukenburg hartstikke veel vrij. Wij hebben gehoord dat hij ook een adres, dat hij ook in Nijmegen een kamer heeft genomen. Wist u dat hij in Zwolle woonde eigenlijk? Nee, maar ik ben pas anderhalf jaar, dus ik heb voor de eerste keer van deze affaire gehoord toen door mevrouw Faber vlak voor een statenvergadering een nogal dik document kwam met allerlei documentatie hierover. Dat is toen door bijna alle partijen heel snel terzijde geschoven, ja. Ook door de Partij van de Arbeid. Ja. Waarom? Ten eerste omdat het kennelijk was om effectbejag. Het werd heel vlak voor de vergadering aangebracht. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar van dat effectbejag wil je niet meewerken. En misschien moet je ook zeggen dat je achteraf gesproken scherper had moeten zijn. Dat, waarom zou ik dat niet erkennen als dat zo is? Ja, wat ik wel wil zeggen is... Eén ding wil ik er niet gelijk in geven, dat is dit. Misschien moet ik daar ook niet eens mevrouw Faber op aanspreken. Hij heeft zichzelf niet verrijkt. Hij heeft wel een duidelijke fout gemaakt. En wie dat zegt, al is het mevrouw Faber, nou, ja, die heeft gelijk. Ja. Mevrouw Faber, dat werd bijna alle partijen die we gesproken hebben zeggen, als de PVV op een andere manier november 2011, dus een jaar geleden, met dat dossier was gekomen, hadden we er meer mee gedaan. Ze waren echt uit op heksenjacht, een bom op tafel, meteen een motie van wantrouwen. Als ze het anders aangepakt hadden, was er een andere discussie geweest. Nou, ik vind dat lariekoek. Het is zo, de inhoud klopte. En wat doen partijen als ze in het nauw zitten? Als de inhoud klopt, dan gaan ze op de procedure zitten. Dan gaan ze zeggen, ja, de procedure klopt niet. Dat is gewoon onzin. Ze hebben het bewust terzijde geschoven. Het was het geheim van het provinciehuis. Vervolgens, het klopt. Het is juist dat ik te snel ben gekomen met mijn motie van wantrouwen. Dat klopt. Dus toch wel? Ik heb er geen spijt van. Ik had het niet in de eerste termijn moeten doen. Ik had het in de tweede termijn moeten doen. Want hij was wel gekomen, want ik stond daar wel achter. Dus met dat betreft. En toen heb ik later, dacht ik van, oké, wat ik ga doen, ik ga in de commissie het punt opnieuw agenderen dat ik een integriteitsonderzoek wil hebben in zaken Verdaas. Toen kreeg ik bij de commissie 2 minuten de tijd om te spreken, want niemand wilde erover praten. Ik had het netjes geagendeerd, ik had een agendastuk gemaakt, ik had het dossier erbij gevoegd. En ik werd gewoon terzijde geschoven bij de commissie AFV. Neemt u dat bijvoorbeeld ook de Partij van de Arbeid kwalijk? Dat neem ik alle partijen kwalijk. Ja, nogmaals, het eerste effect was dat ze wilden proberen, wat je nu zelf ook zegt, een bommetje te plaatsen. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat ik een bommetje ging plaatsen. Dat zijn de woorden van mevrouw en van u. Juist, van u dus. Dat er een bommetje werd geplaatst van een objectieve waarnemer. Het tweede is dat als je niet over de documentatie beschikt die we nu wel hebben, want bijvoorbeeld het feit dat er over de werkelijke route discussie is, ja, dan kijk je er anders tegenaan. En als een gerespecteerd gedeputeerde tegen je zegt, zo'n woonplaats, hij is ingeschreven in Nijmegen, want dat was hij. Ja, dan kijk je er toch anders tegenaan. En ik denk dat u zegt zelf, ja, dan gaan ze over procedures zitten zeuren. Ja, u bent nu zelf ook bezig over procedures te spreken. Terwijl we het moeten hebben over de vraag. Nee. Vind je dat hij wel of niet een fout heeft gemaakt? Ik vind dat hij dat heeft gedaan. Dat wil ik erkennen. Daar moet hij zelf mee klaarkomen. Daar moet hij verantwoording voor afleggen. En ik vind dat je ook verantwoordelijk bent. Ik ook, maar jij ook, u ook. Voor de spinsels eromheen, namelijk deze, was het dat anders hij geweest, zich verrijkt zou hebben. En dat heeft hij niet gedaan. Was het anders gegaan als een andere partij dan de PVV met dit verhaal is gekomen? Want iedereen in de Staten ergerde zich aan de PVV.
Dat denk ik eigenlijk niet, hoor. Ik bedoel, dat men zich ergert aan de PVV, dat kan. En die heeft zich misschien ook aan ons geërgerd. Dus dat is helemaal niet zo erg in de politiek rivaliseert. Ik denk dat ook als een andere partij op dezelfde manier ermee was gekomen, dat het ongeveer op dezelfde manier was gegaan. Ja? Dat lijkt mij wel. Nou, dat vraag ik me af. Want als wij bijvoorbeeld met moties... Denkt u dat als de SP er was gekomen, dat het dan heel anders was geweest? Ik ga het niet over de SP hebben. Nee, ik heb maar het als voorbeeld. Ik betrek het alleen op de PVV zelf. Wat onze ervaring is in de Staten, is als wij met moties komen, dan zijn de partijen die hem bijvoorbeeld niet steunen, dan zeggen ze een PVV-motie. We hebben het laatst gehad met de opcenten. Wij hebben altijd moties ingediend om de opcenten te verlagen. Die werden nooit gesteund. En laatst kwam de VVD met dezelfde motie, waarin ik vraag aan Remco Dijkstra, waarom heeft u onze motie niet gesteund toen wij ermee kwamen? Toen zei meneer Dijkstra, ja, dat was een PVV-motie. Ja. Dus ja, ik Blijkbaar heeft u zich daar niet erg te vriend gemaakt daar in die Provinciale Staten. Kijk, het is natuurlijk altijd... Nou, een beetje rechtsongelijkheid is er natuurlijk wel. Hè. Frits Wester zei bij Pauw en Witteman een paar keer tegen u... Nou, maar toen het in PVV-gelederen speelde, hebben we het toch heel anders opgepakt. Toen die meneer die daar zijn buurt terroriseerde aan de kaak werd gesteld, kon hij gewoon blijven. Ja, kijk, ik ga hier niet het gedrag bespreken over Tweede Kamerleden. Daar zit ik hier niet voor. Ik zit hier in mijn provinciale functie, dus daar ga ik het ook gewoon op houden. Maar gaat u ook een procedure-argument gebruiken? Nee, dat is gewoon onzin. U probeert nu de aandacht af te leiden van de zaak waar we voor zitten. Nee, want ik heb al een paar keer gezegd, ik vind dat het ook een fout is. Maar ik vind wel dat u ongelijk bejegend als u in uw eigen gelederen dat afdoet met hij kan gewoon blijven. En terecht bij ons, terecht... met vele anderen zeggen, ja, hij kan hier niet blijven. Vindt u dat u eigenlijk naar de PVV moet zeggen... sorry dat wij er vorig jaar november zo weinig aandacht aan besteed hebben? Ik vind wel dat we achteraf moeten zeggen naar iedereen die dat vraagt... we hadden scherper kunnen zijn, want dat blijkt nu. Overigens, ik denk dat u dat ook wel wilt bevestigen... wij wisten toen absoluut niet dat er ook sprake was van... andere ritten opgaven. Want dat hij naar Zwolle mocht rijden, daar was toestemming voor gevraagd. En dat is ons ook zo meegedeeld. Dat zeggen ze allemaal. Hè? Ja, maar dat is zo'n onzin. Want weet u wat het is? De algemeen directeur, was meneer Brouwer, die heeft in een mail gestuurd. Want die heb ik namelijk gewopt, die mail. Wat heeft u ermee gedaan? Een beroep gedaan op de wet openbaarheid bestuur om hem openbaar te krijgen. Ja, en daarin staat dat de directeur toestemming geeft aan meneer Verdaas dat hij af en toe op een andere plek afgezet mag worden. Nou, daar heeft de directeur helemaal niets over te zeggen. Dat is gedeputeerde staten. En gedeputeerde staten die verschuilen zich achter een ondergeschikte. U moet zich voorstellen, dat is hetzelfde als ik ga stelen... en dan zeg ik, ja, dat mocht van mijn zoon. Ja. Dat is werkelijk krankzinnig. Maar dat is geen vergelijking. Jawel, wat wel een vergelijking wel is, in een groot bedrijf... ik heb er zelf ook gewerkt... daar weet de boekhouder soms meer van de regeltjes. En als je dan moet weten hoe zit het met mijn woon- en werkvergoeden... ga je niet naar de directeur, ga je naar de boekhouder. Maar de boekhouder is niet bevoegd om de regels op te rekken. Nee. Nee, maar hij is wel bevoegd om de regels te interpreteren. En als hij toestemming geeft... Hoe fout zat Koverdaas eigenlijk? Marjolein Faber, hoe fout zat hij? We weten dat hij zegt, ik woonde eigenlijk in... ik woon in Zwolle, ik had ook een adres in Nijmegen voor een deel. Ik woon in Zwolle. Hij heeft gezegd, ik wil niet declaraties naar Zwolle declareren bij de provincie. Want dat is verder rijden, is duur. Ik wil de provincie niet benadelen. Dus ik declareer naar Nijmegen. Ja. Hoe fout was hij nou eigenlijk? Heel fout. Waarom? Omdat hij heeft die bonnetjes van zijn eigen privéauto, waar hij met zijn eigen auto in reed. Die heeft hij ingediend om de schijn op te houden dat hij in Nijmegen woonde. En hij mag er wel in het GBA ingeschreven staan... Dat de gemeentelijke basisadministratie. Ja, dat hij in Nijmegen woonde. Maar ja, dat GBA, dat klopt niet altijd. Dat hebben we ook wel gezien in de zaak Kouwenberg. Dat klopt even ook niet. Even naar de andere twee dames. U bent gewoon kijkers in dit hele verhaal van de afgelopen week. Als u dan hoort zo'n staatssecretaris die zegt... ja, ik woonde eigenlijk in Zwolle, ik moest in Nijmegen. Dat is ook goedkoper voor de provincie, dus dan declareer ik dat maar. Dus hij heeft zich niet verrijkt. Waar hij ook een adres had. Vindt u het fout, wat hij gedaan heeft? Ja, je zou zeggen, het klinkt heel onschuldig. Alleen weet ik gewoon dat als je in de politiek zit, dat je gewoon een goed fatsoen moet hebben. Dat je aan de regels moet houden. Dat je voorbeeldfunctie bent. Ja. Maar mijn eerste reactie zou zijn, ja, het klinkt heel onschuldig. Ja. Aan de andere kant hoor ik, er is een heel dossier met allerlei bewijsstukken. Gaat het dan alleen maar over het woon-werkverkeer? Of zijn er nog meer bewijsstukken? Het klopt dat Koverdaas heeft zich niet verrijkt in deze. Maar het heeft wel de provincie een 500.000 gekost. Een 500.000? Een 500.000, ja. Hoe komt u aan dat bedrag dan? Nou, ik kom aan dat bedrag omdat de extra kilometers die zijn gereden met de dienstauto naar Zwolle in plaats van Nijmegen. Dat is een post van 30.000 euro. Dan hebben we nog een zaak. Die is een beetje onderbelicht geraakt. Dat is de fiscale bijtelling van de dienstauto's. Er wordt een compensatie
Er wordt een compensatie voor betaald. Ze worden aangeslagen door de fiscus. Alle dienstauto's worden aangeslagen door de fiscus voor 110.000 euro per jaar. Dat wordt gecompenseerd door de provincie. Dan kan de provincie onderuit komen als ze de rittenadministratie koppelen aan de agendas van de gedeputeerden. Maar dat wilden ze niet, want kijk, ze willen wel mij belazeren, maar je gaat niet de Belastingdienst belazeren. Maar nou zit u te doen alsof u wat, alle kritiek die u hebt op de provincie, dat is uw goed recht, ja, alsof u die kan afwentelen op Verdaars. Dat is nonsens. Nee, maar hij is wel precies, de oorzaak geweest. Het is precies zoals er in dat bericht staat. Hij heeft een voorbeeldfunctie. En hij had dit dus niet moeten doen. En als de rechtmatigheid van zijn handen in het geding is, daar kunnen we het best over eens zijn, dan heeft hij dat niet goed aangepakt. En dat moeten we verwijten. Ja. Maar ik vind niet dat je allerlei andere dingen die hier op zichzelf niks mee te maken nou, hebben. De enige is overeenkomst dat het over een auto gaat. Maar duidelijk, dat is niet waar ik wil we het even, over hebben. Blijft het hierbij? Want de SP wil een interpellatiedebat. U heeft al gezegd, ik ga aangifte doen. Wat wilt u van de andere gedeputeerden nog weten? Nou kijk, ik vind zelf om nu nog een debat te gaan voeren over COVID-daars, dat is eigenlijk is dat een gepasseerd station. Mossen naar de maaltijd. Ja, ik wat bedoel, wilt u dan? Wat wilt u dan? Ik vind, kijk, wat ik wel natuurlijk bedenkelijk vind, is de rol van gedeputeerde staten in deze. Want ze hebben ons eigenlijk ruim een jaar lang voorgelogen. En dan vraag ik me af, ja, hoe zit het dan met andere zaken? Maar mevrouw Faber, u spreekt nu het woord liegen uit. Wat u tot nu toe zei, was gebaseerd op feiten. U hebt meer onderzoek gedaan dan wij, dat moet ik erkennen. Ja. Maar nou spreekt u op vermoedens en dan spreekt u wel over liegen. Dan zou zijn ik zeggen, vermoedens. Vraag dingen en ga niet bijvoorbeeld zeggen, daar maken we ons allemaal zwart mee. Nee, het zijn geen vermoedens. Wilt u ook weten of u goed geïnformeerd bent door gedeputeerde staten? Natuurlijk. Twijfelt u daaraan? Nee. Ik denk vast dat ze hebben aangenomen dat hij een adres heeft genomen, een kamer heeft genomen in Nijmegen. En dat hij dus geregeld ook bij, want het was, ging, zijn vriendin in Zwolle was. Maar net als ik vertelde van mijn eigen situatie, je bent ook vaak op je kamer. Ja. Zo heb ik het aangenomen. En tot het moment dat die ontslagaanvraag kwam, heb ik nooit iets anders geweten. Ja. Ja. En hoe zit het dan met de quickscan? Gaan we afwachten. Ja, we kunnen er uren over praten over deze kwestie. Maar we gaan wat anders doen. Want morgen gaat er een hele grote groep Gelderlanders actie voeren in Den Haag. 8 bussen vol met burgemeesters, schoolkinderen, raadsleden, vrijwilligers gaan allemaal protesteren in Den Haag tegen de korting op de subsidie op slot Loevestein. Dat hele mooie kasteel in het meest westelijke puntje van Gelderland in de Bommelerwaard, dat u nog kent van Hugo de Groot die daar in de boekenkist klom en zo ontsnapte in de tijd dat het nog de staatsgevangenis was. Ien Steyns, u bent directeur van dat mooie slot Loevestein. Hoe gaat die actie er morgen uitzien? Ik moet je eerst corrigeren. We gaan namelijk niet met alleen Gelderlanders naar Den Haag. Oh, maar dat zei ik ook niet. Oh ja, Gelderse delegatie. Oh ja. Ja, ook Brabant en Zuid-Holland. Wij grenzen aan twee andere mooie provincies. Maar sterker nog, Loevestein is gewoon van nationaal belang. Dus we gaan met heel veel Nederlanders, zo'n 600 Nederlanders, gaan wij naar Den Haag. We vertrekken in bussen vanaf Loevestein. Daar verzamelen we. De 4 burgemeesters gaan met ons mee. Er heeft zich spontaan nog een 5e burgemeester uit Leerdam aangemeld. Ook hij gaat mee naar Den Haag. Kinderen worden bij de scholen opgepikt door de bussen. Er zijn ook betrokkenen die sluiten zich in Den Haag aan. Omdat ze niet gebruik maken van de bussen. Dus dan gaan wij om 4 uur, om 1500 uur komen we aan in Den Haag. Wij lopen naar het plein, want we mogen helaas niet echt in het hart van de volksvertegenwoordiging aanwezig zijn. Nee, goed. En dan? Op het plein? Op het plein. Daar komt Hugo, uiteraard. Die wordt opnieuw tot leven gebracht. komt hij ook uit de kist? Die komt echt letterlijk uit de kist. En de 4 burgemeesters zullen daar tezamen een heel mooi, warm pleidooi aanbieden, een traktaat. We hebben die oude naam weer uit de kist gehaald. Aan de staatssecretaris van Cultuur? Wij hopen de minister. Dat de minister Jet Bussemaker aanwezig is. Ja, goed. In ieder geval zijn er een aantal Kamerleden aanwezig. Oké. En waar u dan actie voor gaat voeren, dat is dit. Slot Loevestein, in het uiterste puntje van de Bommelerwaard, doorstond in de 650 jaar van haar bestaan oorlogen en belegeringen. Beroemd, tot buiten de landsgrenzen werd het kasteel natuurlijk vanwege die ene gevangene. U weet wel. De man die in deze boekenkist wist te ontsnappen. Rechtsgeleerde Hugo de Groot. Tijdens zijn 2 jaar durende gevangenschap op Loevestein schreef hij een standaardwerk over het Nederlands recht. Adellijk woonhuis, staatsgevangenis en fort in de oude en later ook de nieuwe Hollandse waterlinie. In 1951 pas verloor het kasteel zijn militaire functie.
Anno nu ontvangt het Rijksmuseum 120.000 bezoekers per jaar. Maar de vraag is, hoe lang nog? 120.000 bezoekers per jaar die heel wat geld in het laadje brengen. Maar hoeveel subsidie krijgt u van het Rijk? Dit jaar nog 660.000 euro. Vanaf 6 ton? Ja. Januari 2013 450.000 euro. Dus u raakt een derde kwijt? Ja. En daarna? Nou, dat is ook eigenlijk waar ik me de meeste zorgen om maak. Het gaat niet zozeer voor de korte termijn, maar over 4 jaar. Want het is een traject van 4 jaar, die beleidsperiode. Dan is het de bedoeling dat we helemaal geen subsidie meer krijgen. Tegelijkertijd trekt zich ook de Rijksgebouwendienst terug uit het onderhoud, beheer van de hele vesting, de gebouwen. En dan gaat het dus gewoon dicht? Nou, dat is dus waar ik me zorgen om maak. Dus dan kunt u, waar is hij? Nou, ik heb hier de sleutel meegenomen. ik heb op het punt gestaan hem echt in te leveren bij het ministerie. Want ik ga een grote uitdaging met mijn mensen, met veel passie aan, maar een onmogelijke klus aangaan. Dat is een brug te ver, zou ik bijna zeggen. Nou heb ik even het advies van de Raad voor de Cultuur, heet het dan. Die brengt advies uit van wie krijgen er nou eigenlijk geld van de regering en geen geld. En die zeggen gewoon, ja, wij vinden eigenlijk dat gebouw heel belangrijk. Het ligt prachtig en het heeft natuurlijk een rijke historie. Maar wij vinden wat ze daar aan educatie doen en de museumactiviteiten vinden wij maar zo. En eigenlijk vinden we het geheel ook niet van nationaal belang. Dus volkomen terecht dat we daar die subsidie omlaag doen. Je hoort een diepe zucht. Wie is nou in staat om te vertellen dat Loevestein niet van nationaal belang is? Als je... Nou, er zitten behoorlijk wat knappe koppen in die Raad van Cultuur. Ja, maar ik ga ook niet de discussie aan over, en dat vind ik een beetje jammer, het gaat over de roerende collectie. En inderdaad, we hebben geen grote, unieke voorwerpen als het gaat om de roerende collectie. Maar het is het totale ensemble. We hebben de enige unieke cel van Hugo de Groot. Degene die ons een plaats in de kanon, 50 vensters die in Nederland duidelijk als plaats van herinnering promoten. Loevestein heeft daarin 2 belangrijke elementen in de kanon. Het is de cel van Hugo de Groot. Het is zijn gedachtegoed. En het is ook het onderdeel van de Hollandse waterlinie. Hoe Nederlandser kan het zijn dat we als voorvechters voor volkenrecht de strijd tegen het water die we al even lang voeren, hoe kan je dat dan neerzetten als zijnde niet van nationale waarde? Ja. Ik begrijp dat niet. Er zijn behoorlijk wat gemeenten, hè, burgemeesters die steunen in die strijd. Vanuit Brabant en Zuid-Holland krijgt u ook al strijd. Zitten er ook provinciale statenleden in die bus? Daar gaan een aantal provinciale statenleden gaat mee. U mee? Nee, ik heb zelf een vergadering, maar vast ander. Ik weet dat de provincie 1,75 miljoen, als ik het goed heb, gestoken heeft in de restauratie. Er is overleg en ik denk dat in het algemeen, daar kunnen we geloof ik wel over eens zijn, we welwillend staan tegenover. Ja? Ik wil niet zeggen dat je daarmee alles oplost, maar het is niet zo dat de provincie de boel zomaar laat vallen. Krijgt u genoeg steun uit Gelderland? Laat ik daar heel duidelijk in zijn. In het begin was het even zoeken. Ik denk dat Loevestein misschien ook voor veel mensen nog zo ver weg is. Hè. Het Gelderse, het meest westelijke puntje van Gelderland. We hebben daar duidelijk aan de deurbel getrokken. En ik kan niet anders zeggen dan de 2 leden hier, maar ook Annemieke Traag, gedeputeerde van cultuur. Steunt we hebben het. Ontzettend veel steun. Ja. Nou zeggen ze dus gewoon, de Raad voor Cultuur zegt van, ja, u doet te weinig aan die educatie. De opzet helemaal. Er wordt op dit moment gigantisch verbouwd. Enorme investering in slot Loevestein. Bijt dat elkaar niet? Nee, want ook die investering in die verbouwing, juist dat is een investering in educatie. We hebben ook heel duidelijk in onze brief aangegeven van Raad van Cultuur. Nee, maar ik bedoel, het is raad dat het Rijk nu gigantisch investeert in het opknappen en dan zegt, we moeten het over een paar jaar misschien de sleutel maar inleveren en alleen van de buitenkant bekijken. Nou ja, absoluut. Dat is eigenlijk moeilijk uit te leggen. Dat is sowieso moeilijk uit te leggen aan de bezoekers, zeggen we aan de ene kant, blijf ons steunen, blijf vooral naar Loevestein komen. We gaan het voor jullie kwalitatief heel goed neerzetten. In combinatie ook met die presentatie over de Hollandse Waterlinie. Tegelijkertijd naar de politiek toe maken een statement dat we bedreigd worden om te sluiten. Dat is natuurlijk een hele lastige spagaat waar je in zit. Daarin die investering van 8 miljoen. En
Wij gaan wel door. En kunt u met al het bezoek wat u heeft en u verhuurt voor feesten en partijen en zo niet genoeg geld bij elkaar sprokkelen om dat mooie ensemble van gebouwen open te houden? Nou, sprokkelen is, ja, vind ik niet het goede woord. Wij knokken, wij ontwikkelen ons, wij doen aan marketing. Maar kunt u zelf niet genoeg geld bij elkaar krijgen om dat te doen? Nou, niet van vandaag op morgen. Dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Ik wil absoluut die uitdaging aangaan om nog minder subsidie en meer onze eigen broek af te houden. Dus u wilt een paar jaar de maar tijd geef hebben? Geef ons tijd. Dat is eigenlijk het. Kijk, ik zit hier niet aan tafel op dit moment om exploitatiegeld te vragen. Nee. Ik vraag tijd. Tijd. En ik vraag minder druk van de regelgeving en meer ruimte voor maatwerk. Dat is eigenlijk waar we hiervoor zitten. Goed. Nou, we gaan het zien morgen of tijd u ook gegeven gaat worden. Zijn tijd in ieder geval wel. Ja. Ja. Tijd in ieder geval wel. Niet alleen de sneeuw, maar ook het gruwelijke incident tussen twee jeugdelftallen in Almere vorige week heeft ervoor gezorgd dat het amateurvoetbal dit weekend helemaal tot stilstand is gekomen. Er wordt nergens meer gevoetbald. En de bedoeling is dat overal gepraat is over wat er gebeurd is dit weekend. Dat is in ieder geval gebeurd bij de Arnhemse voetbalvereniging ESA. Ik zei nog de hele tijd ESA, maar het is ESA. Dat is ESA, hè? Ja, dat mag ik helemaal niet. Want jullie hebben gisteren, Henriette Verhoeven, echt een debat gehouden. Hè? Met een paar bekende types uit de voetbalwereld erbij. Ja, klopt. De KNVB had gevraagd aan alle voetbalclubs of ze hun kantine open willen stellen voor leden, voor kaderleden, om te praten over het voorval. Ja, wat heeft het opgeleverd, het gesprek gisteren? Nou, in ieder geval dat we nog weer een extra signaal hebben afgegeven aan al onze leden, maar ook in Arnhem, naar alle andere Arnhemse voetbalclubs, eigenlijk naar alle voetballers. Nog een keer benadrukken, dit kan gewoon niet. Nee. En niet alleen maar stilstaan, maar ook gewoon met een discussie nog een keer wijzen op de problematiek in het amateurvoetbal. Ja. Nou is ESA een club die dit soort problemen wel kent, hè? Klopt. Kijk, het geval vorige week in Almere, dat hebben wij eigenlijk een jaar of 6, 7 meegemaakt. Gelukkig niet met zo dodelijke ernstig, afloop. Niet met dodelijke afloop. Maar wel dan de grensrechter aangevallen is, gemolesteerd is. Een massale vechtpartij. Ja, massale vechtpartij. Uiteindelijk wel in het ziekenhuis beland, maar geen dodelijke afloop. Dat was eigenlijk voor de club ESA het moment waarop ze zeiden van nou, nu gaan we het gewoon keihard aanpakken. Er waren een aantal incidentjes, ook nog met een eerste elftal met alleen maar Bosniërs. Nou is er de afgelopen week heel veel over gezegd, hè, over wat er is gebeurd. En het centrale thema was eigenlijk de roep om harde straffen. Komende dinsdag is er ook een soort topbijeenkomst met allemaal ministers, KNVB, gemeente, politie. Aanscherpen van de voetbalwet. Dat is wat er veel gezegd wordt. Harde straffen, harde straffen. U bent daar preventiemedewerker, doet dat al een aantal jaar. Werkt dat, harde straffen? Nou, ik vind sowieso dat je harder moet straffen. Ik denk dat de KNVB daar jarenlang iets heeft laten liggen. Als ik kijk bij ESA, wij straften harder dan de KNVB eigenlijk. Ja. Wat wij doen is als spelers bij ons een rode kaart krijgen door een gedragsovertreding. Je hebt een voetbalovertreding, hè? Je maakt een voetbalovertreding, je maakt opzettelijk hands of je haalt een doorgebroken. Dat vind ik een voetbalovertreding, maar je hebt ook gedragsovertredingen. Slaan, het bedrijf van de scheidsrechter uitschelden, het woord kanker gebruiken. Dus dat zijn twee verschillende dingen. En noem dan eens een voorbeeld hoe harder straft dan de KNVB? Nou goed, als iemand het woord kanker gebruikt bijvoorbeeld, dan schorsen wij iemand voor een aantal weken. Dat gebeurt door de KNVB misschien maar 1 week. En bij ons gebeurt het dan 3 of 4 weken. Maar dan moeten ze naast het feit dat ze niet kunnen voetballen, niet kunnen trainen, moeten ze ook een aantal weken met een t-shirtje aan van Kika en flyeren rond bij de wedstrijden. Collectief. Gewoon een taakstraf en dan echt geconfronteerd worden. En als dat van die hele stoere jongens van de jaren 15, 16 doen, die gaan dan braaf met zo'n t-shirtje van strijd. Nou goed, we hebben wel een gevalletje meegemaakt van de speler die zei dat ga ik gewoon niet doen. En dan moet je echt consequent zijn en vasthouden aan je straf. En dan zeggen wij oké, je voetbal net zo lang niet totdat je het wel hebt gedaan. En uiteindelijk doet zo'n jongen het ook. En we hebben ook een speler gehad, die had heel veel positieve reacties gekregen. Dus die jongen ging naar buiten toe en die kwam op een gegeven moment even later binnen. Ja, mijn flyers zijn op, mag ik nog een stapeltje? Ja. Die had verteld, er was een vrouw naar hem toe. God, wat goed dat je dat doet. En mijn man is overleden aan kanker, maar ik vind het zo goed dat je dat doet. Ja. Die krijgt weer heel veel positieve reacties. Ja, goede aanpak, nog een keer, mevrouw Vamer. Zoiets? Ik zat erop te wachten op deze vraag. Nou, ik heb er zeker respect voor het werk van mevrouw. Vind ik heel knap. Ik vind het ook heel goed dat ze heel consequent is erin. He, dat er wordt gezegd van nou, als je niet doet, dan ga je gewoon niet meer voetballen. Ja. Ik had zelf ook zoiets toen ik dit zag van wat er gebeurde met de grensrechter. Toen had ik de neiging om te zeggen, jongens, jullie moeten gewoon 3 maanden niet meer gaan scheidsrechten, niet meer gaan vlaggen. He? Laat ze maar gewoon de boom in gaan. En dan is het ook zo afgelopen. Dus
Wat dat betreft, ik vind wel dat u erg consequent bent. Dus dat je moet, kijk, als je zo'n beleid voert, moet je ook gewoon echt consequent zijn. Want anders heeft het gewoon geen zin. Ja. Het is wel een beetje jammer. Ik ben het eens met die zwaardere straffen, dat er alleen over straffen wordt gesproken. Men zou eens moeten weten wat een sportvereniging en een voetbalvereniging betekent voor een week. Er is misschien geen betere jeugdopvang te bedenken dan wat sportverenigingen. Anders lopen ze op straat, zouden met elkaar dus ook moeten spreken over de vraag: hoe kunnen we die sportvereniging zo helpen en ondersteunen dat ze die taak, ze moeten verdorie de opvoeding doen die wij met z'n allen laten liggen. Goed is kunnen. Dat zo, mevrouw Verhoeven? Is het de opvoeding die je op de club moet doen die eigenlijk toch de ouders hadden moeten doen? Ja, absoluut. Je merkt ook gewoon, ik heb zelf gevoetbald bij meerdere clubs in Arnhem van een verschillend niveau. En je merkt gewoon aan het niveau van de club en niveau van de leden, met name opleidingsniveau, opvoedingsniveau, praat ik dan ook gelijk over. Daar zitten echt gigantische verschillen in. En hoe pakt u dat dan aan? Want u heeft ook een aanpak van niet alleen maar hard straffen, maar ook belonen. Hoe doet u dat? Nou, toen ik 2,5 jaar geleden werd gevraagd door ESA of ik preventiemedewerker wilde worden. U zegt ook ESA. ESA. Ja, dat is misschien een heel snel, maar ESA. Maar vertel verder. Toen dacht ik van nou, daar heb ik gewoon helemaal geen zin in om alleen maar met straffen bezig te zijn. Dat lijkt mij voor niemand leuk om alleen maar met gezeik bezig te zijn. Dus ik dacht van nou, ik heb erover nagedacht. Dan heb ik een ander voorstel gedaan. Ik wil het eigenlijk omdraaien. Ik wil aan de ene kant veel meer preventief bezig zijn. Dus het voorkomen van gedrag. En daarnaast ook gewoon het belonen van goed gedrag. Want er gaat heel veel aandacht uit naar de negatieve gevallen. Terwijl ik vind dat juist de positieve gevallen die aandacht verdienen. Hoe doe je dat dan? U heeft ook een volksclub. Daar zitten lastige jongens in. Hè? Ja. Jongens die uit een moeilijke sociale situatie komen. Zijn niet de allerbest opgevoeden. Hoe pak je dat dan aan? Nou, aan de ene kant, als je preventief gaat kijken. Hè, de leiders en trainers zijn van ons de mensen die het dichtst bij een groep staan. Dus ook die het dichtst bij een speler staat. Dus die moeten we al opleiden om opvoeden met het beleid van onze club. En die moeten dat weer overdragen op de spelers. Maar dus, als je dan zo'n jongen hebt, ik stond de afgelopen week ook bij zo'n jeugdelftal. Die zeggen dan, nee, geweld gebruiken wij niet. Maar schelden, ja, dat doen we wel. Ja. Mag dat bij u? Nee, dat mag natuurlijk ook niet. Want dat wordt overal getolereerd, ja, hè? Dat, kijk, op een gegeven moment in het voetbal, van de week hadden we, zijn natuurlijk heel veel programma's geweest. Waar ligt nou de grens? In het voetbal ligt die grens veel hoger dan in andere sporten, denk ik. Ja. We het hebben wordt al veel niet te veel overal getolereerd, hoor. Ik heb vaak genoeg gezien dat ouders wel kinderen corrigeren en elkaar corrigeren. Ja. Maar het moet nog meer gebeuren. Het moet nog meer gebeuren, ja. Je gaat terug naar de basisnormen en waarden, vind ik. Hè. Daar En is het ook zo dat, want dat hoor ik dat dat bij veel clubs zo is, dat als je een hele goede voetballer bent, dat dan dat je meer mag doen, je meer mag misdragen dan wanneer jij het lulletje van de club bent. Ja, dat is over het algemeen. Is dat eigenlijk... Maar dat kan toch niet? Nee, dat kan natuurlijk niet. Hoe pakt u dat dan aan? Nou, kijk, ik merk wel bij onze club, als ik kijk naar een eerste elftal, hè, daar speelt het nog wel. Daar is het best moeilijk om ook net zo hard te straffen als bij andere elftallen. Dus daar ben ik binnen ESA nog wel mee bezig om daar een slag in te maken. Want ik vind, iedereen moet je gelijk behandelen. Van het eerste elftal tot aan het F1. Dus daar moeten wij ook bij onze vereniging nog wel een slag in maken, moet ik heel eerlijk zeggen. Want we weten op zich allemaal wel hoe het moet. Daar hebben we een heel leuk voorbeeld van. Nee! Scheidsrechter, ik vind dat u een fantastische wedstrijd fluit, maar ik heb toch het idee dat u hier een grote fout begaat. De spits, overigens fantastisch spelend, kwam het strafschopgebied binnen en ik kon hem maar nauwelijks bijhouden. Opeens ging hij liggen, zonder dat ik hem ook maar geraakt had. Door deze beslissing is de kans groot dat wij de 3 punten mislopen. En dat zou verdomd jammer zijn, daar wij toch meedingen naar het kampioenschap. Ik moet toegeven dat ik op een lastige plek stond en het lijkt mij het beste dat wij de spits raadplegen en naar zijn verhaal luisteren. Dat lijkt me alleszins redelijk. Nog één vraag. Had u het idee dat de spits zichzelf expres ten val bracht? Oh, dat zou ik niet durven zeggen. Het zou net zo goed kunnen dat hij struikelde over een graspol of een kluit aarde of zoiets dergelijks. Deze jonge man hier zegt dat hij u niet heeft geraakt en dat ik ten onrechte een strafschop aan u en uw partij heb toegekend. Ik ben blij dat de aap nu toch uit de mouw komt. Deze meneer heeft mij niet geraakt. En ik zal het nu nog sterker vertellen. U kunt mij de gele kaart toekennen. Daar ik mij expres heb laten vallen. Wij vechten tegen degradatie, ziet u. En zoals u weet, een kat die zich in het nauw bevindt, maakt soms rare sprongen. Het is immers ook helemaal geen schande om van deze prachtige ploeg met 1-0 te verliezen. Dank voor uw openhartigheid. Het lijkt erop dat het probleem hiermee is opgelost. Ja, de Vliegende Pandas, cabaretgroep. Ja. Het is natuurlijk enorm over de top. En het is even om het al mooi af te sluiten. Maar is dit waar we wel meer naartoe moeten?
Ja, maar misschien, ik zou zeggen, je moet eigenlijk helemaal niet in discussie gaan met de scheidsrechter. Je moet gewoon een besluit accepteren. En natuurlijk kan het zijn dat de scheidsrechter een keer een fout maakt. Maar als, ik heb zelf gevoetbald en voor iedere sporter geldt, je maakt zelf ook fouten. Dus dat doet de scheidsrechter ook en doet de grensrechter ook. Dus ik vind gewoon dat je dat gewoon moet accepteren. En dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is. En daar moeten we weer zien te komen. Dat besluit van de scheidsrechters en grensrechters allemaal weer gerespecteerd wordt. We moeten helaas alweer afsluiten. Fijn dat u gekeken heeft naar In Gelderland Live. Hoop dat u dat volgende week ook weer doet. Tot dan.